Ik ben Harm Duco Schut. Ik ben acteur. En mijn rol als storyteller is een concept aan te dragen van waaruit iedereen kan werken. We hebben vandaag 8 uur de tijd om met z'n zessen 1 creatieve productie te maken. Een heel interessant project, omdat wij 5 creatieven zijn, elk met een andere expertise. Darcy, jij gaat het sounddesign doen. Ik ben Darcy, gehaald de naam Darcy. Staat voor Dar van Darcy en C van zeggen, dus ik spreek vanuit mijn muziek. Jobien, jij doet de animatie en de visual effects. Ik ben Jobien Kleinghals, ik ben creatief denker en doener. Dat houdt in dat ik creatieve concepten bedenk en ze dan ook uitvoer. Ik design en ik heb eigenlijk een bovengemiddelde focus op animatie en visual effects. Trintje, jij doet de fotografie. Ik ben Trintje Nauta, fotografe. Ik werk aan eigen projecten die wat meer in de beeldende kunsthoek terechtkomen. Sif, jij gaat het verhaal digitaliseren. Ik ben Sif, ik ben conceptontwikkelaar. Is er een concept en hoe brengen we dat vervolgens tot leven? Of is er geen concept en hoe maken we een concept? Dat vind ik tof om te doen, alles wat daarbij hoort. En Kevin, jij bent de videograaf. Verder hebben we een heleboel technische hulpmiddelen tot onze beschikking. Zoals belichting natuurlijk, een beamer, een rookmachine en windmachine. Maar laten we nu eerst met z'n allen gaan brainstormen over wat we precies met dit uitgangspunt kunnen gaan doen. Mijn rol als storyteller is eigenlijk om een premisse aan te dragen, een concept van waaruit iedereen kan werken. Ik heb het concept bedacht om uit te gaan vanuit een droom. En ik dacht, laten we een bed nemen en een greenscreen en een model en als uitgangspunt nemen dromen met je ogen open, want dat is wat we hier op zo'n computer kunnen realiseren. Fijn om al die verschillende visies te horen en om daar gezamenlijk één richting op te gaan. Ik ben de beelden gaan draaien met het model. Vervolgens zijn die weer naar de animator gegaan. Die werkt weer nauw samen met de sound designer. Dus zo is dat balletje langzaam aan het rollen. En die excitement die voelde ik en ik denk iedereen wel vanaf het begin van de dag, ja. Die droom tot de realiteit brengen. Dat was voor mij het idee en wat ik dan voor me zag. Dromen die uitkomen. Iedereen neemt zijn eigen stijl mee. Dat bij elkaar in de mix, dat zorgt voor hele spannende dingen. Een soort van creatief broeinest voor één dag. Het voedt je creativiteit en je komt samen tot een veel beter project dan dat je in je eentje had kunnen doen. Darcy die heeft hele gave muziek en dat inspireert mij ook weer om dat wat meer te highlighten en een andere vorm van animatie te geven dan dat ik op het eerste moment zou denken. Ik heb gekeken hoe ik het gevoel van de video en wat de elementen vanuit de video, hoe ik die toe kan passen in fotografie. En dat een soort van droomachtige scènes te maken. Ik heb dit een beetje in mijn hoofd gehad en vervolgens gooi je dat neer bij mensen. Die lopen allemaal naar hun eilandje toe, gaan daar zitten, doen die computer aan en er ontstaat gewoon een product. Ik ben nu de site in het richten, werk met Lightroom, werk met Illustrator, met Photoshop. Alles moet daar kunnen draaien. Als het dan vast gaat lopen, ja, dan wordt het voor mij niet echt comfortabel om te werken. Dus zeker als design of creative is het heel belangrijk dat je een goed werkstation hebt met veel power. En ik denk dat die Constant 500 dat wel in zich heeft. Met tijdsdruk werken was spannend, maar ook heel leuk. We hadden vandaag natuurlijk 8 uur de tijd en dat lijkt best wel lang als je aan het begin van die 8 uur staat. Maar uiteindelijk is het echt wel beperkt. Creatief zijn met hele korte tijd, waardoor je oplossingen bedenkt, terwijl je normaal de lange weg zou nemen, neem je nu de korte, creatieve weg. Het feit dat je daadwerkelijk dromen realiteit kan maken, door ideeën realiteit te maken, door daar beeld bij te maken, geluid bij te maken, dat vind ik fascinerend. Als ik kijk naar wat we in zo'n 8 uur vandaag gerealiseerd hebben, vind ik dat we trots op onszelf mogen zijn. Thank you.
up. We copy you down, Eagle. The Eagle has landed. Concept D heeft me wel de kracht kunnen bieden die ik nodig heb. Ja, voor mij als fotograaf was het heel fijn om met Concept D te werken, omdat het een hele snelle computer is met een heel goed beeldscherm. En dat is voor fotografie natuurlijk heel handig. De website ziet er vet uit, fotografie is mooi. Als ik kijk naar het resultaat van de site en waar alles dus samenkomt, dan denk ik dat je een soort agency ziet met talenten, een tevreden klant, een mooi product en een basisportfolio met een stevig verhaal. Dus ja, we wachten wel tot de telefoon gaat van andere merken, zeker. Ja, ik ben super trots op.